Q kan gebruiken level 1, wat enorm veel damage doet. Leon gaat meteen voor een level 2 gank toplane. Zurgot shot, is hij nog level 1? Leon kan daar, dankzij de flash van Zurgot, niet de flag attack vinden. Daar moet Vetshot wegflashen, maar ja, 1 tegen 2 kun je daar niks doen. Het is een... Heeft het zwaar. Leon die hier nog voor een play wil gaan. Hit daar de flag en trek Zurgot misschien. Eventueel in een 2v3 situatie nog aan het langste eind zou trekken. En wanneer Albert Rebel erbij is, is het al helemaal verhaal. Zien hier de teleport doorkomen. Condemned tegen de muur. Maar Kitty trekt zich er weinig van aan. Zit hier wel met Fat Shield en dat loopt niet goed af. En Projectile Mafurei kan hem al te makkelijk ontwijken. Klop wordt hier gebruikt. Albert Rebel in een ongemakkelijke positie. Daar komt de Frozen Tomb. En dat is einde verhaal. Voor de jungler die heel veel Anthrax is voldoende om hun leven te houden. Brown en Projectile terug veel aan zien komen. Terwijl voelen we hier op zoek is naar een kleine engage. En de bot heeft altijd wel een probleem. Alswaar moet daar wegkomen. Wordt daar geroet. En Albert Rebel met een laatste warjump. Hier nu de engage die doorkomt. Skirmish wordt hier gezocht door Dynasty. De eerste Dark in Blade. Weet er een mooie nog te vinden. Dian er weer in gaat met de Flash. En het is hier direct twee man neer. Alsnog een poging. Zurgot die er daarin zal zitten. Kan ze daar nog even leven houden? Mooie shockwave hier van Fura. Is het voldoende damage? Leon gaat er gewoon achteraan. Is absoluut niet bang. Heeft de Yui bovenop zich? En terwijl dit allemaal gebeurt, is Altua rustig farm op aan het pakken. PSV gaat nog voor de 1v1. Ja, hij heeft wel exhaust. Maar dit is een Aatrox op dit punt in de game. De vierde turret aan de kant van PSV vallen. Terwijl die eenvoudig getankt wordt daar door Leon. Zien we hier nu misschien een overengage, maar de teleport komt hier door. Final Chapter is een goede disengage. Zurgot in zijn eentje tegen Leon en Silas. Het is een 5 tegen 4. Shockwave hit daar alleen Fat Shield. En Dynasty blijft hier deze fight aangaan. Nog niemand gaat neer. Het is uiteindelijk Silas die als eerste wordt opgeblazen. Fat Shield blijft nog even leven dankzij de Yumi. Maar uiteindelijk is het Dynasty die hier de toch een hand... Dat betekent dat PSV gratis tijd krijgt met je botlane in de turret. Terwijl altijd daar flink gechunkt wordt. Had mogelijk geanticipeerd op zijn recall die wel gecompleet zou worden. Is het Kitty die heel agressief ook vooruit? Wel. Dynasty had na de mid, terwijl ze gaan voor een fighter op de midlane. De Furei wordt daar geëxhaust. Leon hier met de Final Chapter op zijn hoofd. Zurgot komt erin met de teleport. Gaat hij bovenop Fat Shield. Let wel, er is geen shockwave meer beschikbaar. Zurgot gaat er diep in. Wordt daar vervolgens gestunt. Frozen Tomb is voldoende. Wordt daar geblokt. Hij kan daar net nog een leven blijven. Maar Fat Shield vindt uiteindelijk met de Dark in Blade kunnen maken. Dian is hier nu wel bij, maar om nou een Baron op te gaan pakken in een 5v4 situatie terwijl je downgepookt wordt, is niet helemaal ideaal. Fatshield zit wel nog steeds op deze Baron, is de enige damage die er nog op. Shockwave is einde verhaal daar voor de skirmish. Silas is al heel erg low. En Fatshield gaat hier ook neer. Dynasty probeert hier te overforcen. Oh, lekker in de early game. Maar ze hebben hier nu toch met die tweede Baron en hebben toch een botlane op te pakken. Silas gaat er diep in. Hier komt de Harding Gates. Maar de Shockwave is geweldig daar van Furei. Het is uiteindelijk een 1v3. Silas gaat hier direct al neer. Maar Altwar is hier nog aan het last hitten. De Veen is in dit soort skirmetjes zo goed. Pikt daar een kill op. Gaat naar voren. Flash erin. Maar dat gaat helemaal fout. Als Albert Rebel, Furei en Kitty hem afstraffen. En nu ligt de botlane open. Is er niemand van Dynasty aanwezig. En met deze ace is het denk ik einde verhaal voor de kansen van Dynasty in deze game. PSV gaat hij dan toch de win pakken. Maar het was wat moeizamer dan dat we initieel misschien verwacht hadden. Ik zag Altua daar drie man in flashen en denk, weet hij nou iets wat ik niet weet? Toen werd hij meteen opgeblazen. Was het een ace in het voordeel?